FC Groningen schiet haar kleine broertje SC Veendam te hulp. Sportclub Veendam moet voor 1 maart een bedrag van 100.000 euro betalen aan de gemeente waar ze het stadion van huurt. Ook moet er dan een plan bij de KNVB liggen hoe ze in de toekomst schuldenvrij blijven. FC Groningen hoopt de schuld van Veendam te verkleinen door een deel van de kaartverkoop af te staan aan de noodlijdende club. Wij hebben gemeente in deze tijden dat het Veendam lastig gaat en dat ze eigenlijk toestreven naar een datum van 1 maart om even een signaal af te geven naar de buitenwereld. En ook een goed gebaar als bevriende club hier uit de regio om wat te doen voor hun. En dat hebben we gemeente doen in de vorm van naar kaarten ter beschikking te stellen voor de wedstrijd tegen Zwolle aanstaande zaterdag hier. Waarbij 50% van de opbrengst van de verkoop van de kaarten naar Veendam gaat. Veendam speelt in de Jupiler League veel beter dan vorig jaar. De zware financiële tijden zijn dan ook niet te wijten aan de huidige prestaties van de club. Dat heeft allemaal te maken met voorgaande seizoenen. Heeft totaal geen betrekking op dit seizoen. Want dit seizoen is de begroting gewoon sluitend. Maar en daarbij komt ook nog het verhaal dat het hele campusverhaal, zeg maar. De ontwikkeling die hier zou plaatsvinden aan het stadion. Dat heet dan ook de ontwikkelingsplannen van Zwanenburg en Paas. Dat die dus niet doorgaat. Dus ze hebben zich daarin teruggetrokken. Dus, dat houdt dus voor Sportclub Veendam in dat de huur van 100.000 euro gewoon moet worden betaald aan de gemeente. Heeft de club zijn bestaansrecht niet verloren door de aanhoudende financiële problemen? Nee, dat vind ik wel een beetje voorbarig. Ik bedoel natuurlijk, het is geen ideale situatie. Maar ik ben zelf ook van overtuigd dat Veendam bestaansrecht heeft. Absoluut. Ik bedoel, als ik om me heen kijk en met de sponsoren spreek, dan komt dat altijd een hoop enthousiasme vandaan. Alleen we hebben de problemen op dit moment gewoon met betrekking tot de crisis. Dus mensen stappen niet meer grote bedragen in. Ze stappen wel in, maar de bedragen zijn veel, veel kleiner dan voorheen. En daar hebben wij niet alleen mee te maken, daar heeft heel Voetbal Nederland mee te maken. FC Groningen ziet de toekomst rooskleurig in en kijkt alvast uit naar een toekomstige samenwerking met SC Veendam. Wij hebben natuurlijk al eerder uitgesproken dat wij in de toekomst op het gebied van de technische beleid wel een verdere samenwerking willen gaan starten met Veendam. Maar ja, er is geen langere termijn als de korte termijn problemen niet opgelost zijn. Dus daar vinden we dat ze op dit moment ook bij moeten helpen.